Laten zien hoe je je gezicht meer definitie en frisheid kunt geven. En dat doe ik door blush, bronzer en highlighter te gebruiken. Drie producten die elkaar heel erg mooi kunnen versterken en aanvullen. Dus vandaar dat ik ze ook in één video laat zien, omdat ik ze meestal in een combinatie gebruik. Blush, bronzer en highlighter. Ik gebruik verschillende producten van verschillende prijsklasses. Je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Dus kijk gewoon even in de drogist of bij je parfumerie wat jij mooie producten vindt. Pas de kleuren aan op jouw huidskleur, dat is natuurlijk heel belangrijk. En ook heel belangrijk is dat wat mijn smaak is, bijvoorbeeld heel licht en fris houden, hoeft niet per se jouw smaak te zijn. Dus jij zou het heftiger kunnen aanbrengen, bijvoorbeeld meer bronzer of meer blush als jij dat leuk vindt. Het gaat meer even om de techniek van waar breng je het aan, hoe werkt het precies en wat doet het. Weer genoeg gekletst, we gaan door naar de tutorial zelf. Ik begin met bronzer, daarna doe ik blush op en als laatste doe ik de highlighter. Ik gebruik vandaag een blush van de HEMA. Dit is van de Jip en Janneke collectie in kleur 1, Terra Bronzing Powder. De collectie ligt nog steeds in de winkel, hij lag begin vorig jaar is hij gekomen. Het is een vrij, bijna matte, vrij lichte bronzer, dus perfect voor mijn lichte huid. En dat breng ik aan met een vrij grote kwast van Sigma. Dit is de SS138. En hiervoor ga ik even mijn bril afzetten. En wat ik doe, ik doe wat product. En daarna ga ik een 3 zetten op mijn gezicht. Dus ik ga van boven naar halverwege. Pak het meestal even opnieuw, want deze is niet heel gepigmenteerd. En dan door naar beneden. En wat je hiermee doet, is dat je je gezicht vorm geeft. Goed blenden is natuurlijk wel belangrijk. Met sommige bronzers kun je dit in één keer doordoen. Maar deze is vrij licht, dus die moet ik even een paar keer aanbrengen. Een beetje op eigen inzicht wat jij mooi vindt, hoe donker jij het wil hebben. Ik ben niet heel erg bronzerfan, dus ik doe het wat met mate. Je zou eventueel ook nog wat op je neus kunnen aanbrengen. En wat naar beneden blenden als je dat mooi vindt. Oké. Goed, dat voor de bronzer. Zoals je ziet, ik doe het behoorlijk licht. Want ik hou niet heel erg van de gebronzen look. En het past ook niet echt heel erg goed bij mijn huidstint. Maar dus de 3 over je gezicht aan beide kanten. Dan gaan we door naar de blush. Dit is momenteel een groot favoriet. Modern Mandarin van MAC uit een limited collectie. Deze breng ik aan met een schuine blushkwast. Deze is van Bedellium in 942. En dat breng je aan op de... vroeger zijn ze altijd appeltjes van je wangen, maar dat is echt dit. Ik breng het meestal een klein stukje meer deze kant op en dan blend ik het uit naar die kant. Wat blush doet, dus dat geeft je wat kleur op je gezicht. Kan ook wat meer definitie brengen, dus dat de bronzer maakt mooi wat meer diepte. Blush geeft wat meer glans en kleur en levendigheid in je gezicht. En highlighter maakt dingen optisch groter, dus die brengt het wat meer naar voren. Dus zo maken die 3 producten met elkaar een heel mooi plaatje. Dus ik breng het meestal op dit punt aan. En dan ga ik het mooi uitblenden. Dit is geheel naar eigen smaak ook weer. Hoe donker of hoe licht je het wil hebben. Ik hou meestal wel van aardig wat blush. Dus ik breng graag wat meer aan. De plek kan heel verschillend zijn bij mensen. Bij de een zou je het wat meer naar boven aan kunnen brengen. De ander wat meer in het midden van het gezicht. Dus daar ga ik gewoon niet al te veel uitleg over geven. Omdat ik kan het gewoon niet demonstreren. Omdat ik maar 1 gezichtstype heb. En het is ook gewoon een kwestie van uitvinden wat jij mooi vindt. Zoals je ziet heeft het gelijk wat meer levendigheid. Mijn gezicht wat meer kleur. Ik vind dit altijd echt een heleboel schelen. Dan gaan we door naar de highlighter. Daarvan heb ik een paar soorten die ik jullie wil laten zien. Even kijken. Allereerst highlight kun je aanbrengen met gewoon je vingers, een beauty blender of een dual fiber kwast. Deze is van Sigma, de SS188. En je hebt verschillende soorten highlighters. Je hebt meer stift crème highlighters.
Maar je hebt ook vloeibare highlighters. Dit is er eentje van Benefit die ik zo meteen ga gebruiken. De High Beam. Maar MAC heeft ook een prachtige strobe cream. En een hele fijne budget topper is de My Base van Essence. En dat is voor €2,79 dacht ik. Echt een van de goedkoopste. En hij lijkt heel erg op die van Benefit. Het zijn echt super producten voor een heel klein prijsje. Die van Essence en Catrice. Want de highlighter pen is van Catrice. Dus die zijn aanraders voor als je het wat goedkoper wil houden. De High Beam heeft een kwastje. En dat breng ik aan op de hand van mijn rug. Je hebt helemaal niet veel nodig. Ik heb nu eigenlijk al niet te veel. Pak de kwast. Ik doe mijn bril af. En wat je zo meteen gaat doen, je gaat de highlight op het hoogste punt van je jukbeenderen aanbrengen. En daarna ga je dat mooi vervagen. Richting het maandje. Dus dat is hier. Ik noem dat een maandje. En wat je doet, het is gewoon simpelweg deppen van het product. Je gaat gewoon simpelweg deppen en je brengt het door naar boven. Wat je ook kunt doen is nog met je vinger even erbij langs gaan. Wat ik zelf altijd nog mooi vind is om hier nog wat aan te brengen. Je kunt eventueel het als wenkbrauwhighlighter gebruiken. En ook dit weer mag je helemaal geheel naar eigen smaak doen. Zo. En ik vind altijd dat dit echt heel erg veel kan schelen. Ik vind mijn gezicht gelijk een stuk frisser, veel levendiger, stralender. En het heeft veel meer definitie, dus veel meer vorm in zich. Je kunt echt een heleboel bereiken met blush, bronzer en highlighter. Als ik nou haast heb, breng ik meestal alleen een beetje blush aan. Dat scheelt ook al een heleboel. Maar als je ze alle drie gebruikt met elkaar en je stemt ze echt op elkaar af, kan het echt een heleboel schelen. Dus, dit was het. Dit is niet hetzelfde als shapen. Want shapen heeft nog meer net iets meer effect als het gaat om je gezichtsvorm manipuleren. Dus dat, daar gaat het niet over. Want shapen gaat echt over lijnen zetten. Hier een lijn zetten, daar bij je neus en dan highlighten. Bij je slapen, je kaaklijn kun je dan helemaal aanpassen qua vorm. Dat is echt veel meer, make-up om echt je gezichtsvorm te manipuleren. Dat is dit dus niet. Dit is meer om je gezicht wat meer fris uit te laten zien. Wat meer stralen, iets meer vorm, maar dus niet zoveel zodat je met shape zou kunnen doen. Dit was het. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dat je er wat aan hebt gehad. Het was vrij basic. Maar goed, misschien zocht je dat juist. En dan heb je die nu gezien. Heel erg bedankt voor het kijken. Leuk dat je weer keek. En tot de volgende keer. Doei!